Hoi allemaal, WSAD is bezig met het nieuwe besturing watersysteem. Hiervoor worden in de komende 3 jaar alle kunstwerken omgebouwd. Dat is elke dag 1. Giel en ik zijn vandaag op bezoek bij Donny Vos en Henk Freiters. Zij zijn pijpbeheerders bij WSAD en dus direct in contact met het nieuwe systeem. Hey, leuk Donny dat je ons wat wilt vertellen. Wat is het nieuwe besturing watersysteem? Het nieuwe besturing watersysteem is eigenlijk een complete vernieuwing van het technische automatiseringssysteem achter de gemalen en de stuwen. We zijn nu 4 eilanden. Natuurlijk uit 4 waterschappen ontstaan die allemaal een eigen systeem hebben. En dat wordt nu 1 en hetzelfde systeem. En wat is pijlbeheer eigenlijk? Pijlbeheer is dat wij zorgen voor de juiste pijl in de watergangen. En ook proberen voor de juiste kwaliteit. Dat is belangrijk voor de natuur, maar ook voor de agrariërs die het water nodig hebben om de producten die op het land groeien te sproeien. Ja. En wat is je bijdrage aan het NBBS? Meedenken over de besturing. Maar ook instellingen aanleveren en instellingen invoeren. En als de nieuwe besturing erop zit, om dan te controleren of de besturing ook doet wat wij ervan verwachten. En wat is de impact van dit project op jouw werk? We hebben hier natuurlijk wel nu wat extra werk aan. Maar we hopen uiteindelijk wat meer bedieningsgemak te krijgen in het systeem. En er beter het water mee te kunnen sturen. We hebben nu bijvoorbeeld dat we handmatig moeten inbellen. We hebben dadelijk allemaal verbindingen dat we direct alles real-time kunnen zien. Dus dat zou al een heel voordeel kunnen zijn. Ja. En als je zegt inbellen, wat moet je, dat klinkt heel ouderwets. Ja, nee, we hebben nu nog echt belverbindingen. Dus we moeten echt via een modem inbellen op het gemaal. Dan kunnen we zien en dingen verstellen. En dadelijk hebben we echt real-time verbindingen. Dus dan is het aantikken en direct je informatie hebben. Er zijn op kantoor ook meer mensen die dit systeem kunnen zien. Die daar de informatie ook uit kunnen halen. En dat is misschien ook wel weer een groot voordeel dat we allemaal dezelfde en de juiste informatie eruit kunnen halen. En hoe keek je in het begin naar dit project? Ja, altijd wel positief geweest. Want het is sowieso wel, denk ik, goed dat we een nieuw systeem, een toekomstbestendig systeem krijgen. Ook wel met enige kritische kijk er tegenaan. Dat we wel goed op moeten letten dat we de juiste dingen krijgen en de juiste dingen doen om zo'n systeem in orde te houden, zeg maar. Kijk, op zich, ik kijk positief tegenover een verandering of een innovatie. Want jij moet met je tijd mee. En het is ook heel leuk om te doen, want altijd hetzelfde is ook zomaar saai. Maar het is wel een hele uitdaging waar heel veel energie in gaat zitten van iedereen die eraan meewerkt. Bedankt Henk en Donny en succes met het nieuwe systeem. Doei!